Albin, jij bent heel erg goed in met een 3D-pen werken. Wat zien we hier eigenlijk? Ja, dit is de Toren van Pisa. Ik heb ook nog een Eiffeltoren en een kleine drone en nog een dinosaurus. De Eiffeltoren, als je het ziet, is niet echt heel erg sterk en heeft wel best veel detail, maar niet echt zoveel als de Toren van Pisa bijvoorbeeld. Nou ben je al in Parijs geweest, hè, bij een tentoonstelling. Hoe is dat gegaan? Het was een expositie over robots en 3D-pennen en printers. We zijn daarvoor voor de 3D-pennen en printers gegaan. Iedereen was heel erg verrast van dat zo'n klein joch, dat hij zo'n grote dingen kon maken. En heel erg veel mensen vroegen ze van, waar is de exposant? En toen zei ik, ben de exposant. Later wil ik een wetenschapper en engineer worden. Ik ben heel erg geïnteresseerd in sterrenkunde. En misschien wordt zo van later als een ruimteschip bijvoorbeeld. Als je ruimteschip naar de ruimte wil sturen, kost dat heel erg veel geld. Maar als je een 3D-pen of een printer in de ruimte doet, bijvoorbeeld op de maan, kan die gewoon nog een ruimteschip gewoon uitprinten. In plaats van nog een ruimteschip daar naartoe sturen. Ik denk dat ze jou bij de NASA wel in de gaten gaan houden, denk je zelf niet? Ja. En hoop je dat eigenlijk ook wel? Ja.